Vandaag is de clubdag van de Nissan Electric Club. En ik ga een dagje met ze mee om mijn eerste ervaring mee te maken in een elektrische auto. Ik heb nog nooit in een elektrische auto gereden. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik hoor al hele enthousiaste verhalen van de mensen achter me over de technische details en hoe slim de auto gebouwd is. Dus ik ben heel benieuwd naar de ervaring met de Nissan Leaf. Waarom vind je Nissan's vet? Gewoon een coole auto. We zijn nu op de laadplek, dus we zijn de auto's aan het opladen, want straks gaan we een tour doen door dit mooie gebied hier. Nou, we gaan nu rijden. Zin in? Ja. We zijn met 17 auto's, zit één ijs bij, maar geweldig. Alle enthousiaste clubleden vandaag bij elkaar. Gaat leuk worden. Mooi zonnetje. Even een fotootje maken. Hè? Hoppakee. Bizar is echt, je hoort echt bijna niks. Tijd voor een klein tussenstopje. Echt een hele mooie route door de Nederlandse natuur. Stop. We zijn aangekomen op de laatste bestemming. Nissan Leafs zijn geparkeerd. Achter mij wordt er nog eentje geparkeerd voor de popcornmachine op aan te sluiten. Jongens, popcorn! We zijn nu allemaal verhalen aan het uitwisselen over wat iedereen meemaakt met zijn Nissan Leaf. En jij gaat ook de Noordkaap rijden, toch? Ja, we gaan de Noordkaap rijden. Dat is helemaal vanuit Nederland 7000 kilometer heen en terug gaan rijden. Dat is de uitdaging. En is het moment eindelijk aangebroken. Ik ga voor de eerste keer elektrisch rijden. Het is gelijk anders. Dat is wel heel apart. Het voelt anders, zeg maar. Oh, nu geeft hij dat ik niet zo goed in de banen zit. Vloeiend, geleidelijk. Dat is een beetje, denk ik, mijn beste beschrijving van mijn eerste rit in een elektrische auto. Leuk dat we gedaan te hebben. Nou gaan we lekker eten. Het is tijd voor een barbecue. Nou, dat was hem weer voor de Nissan Clubdag van vandaag. Ik heb ontzettend genoten. Ik heb heel veel geleerd over elektrisch rijden. Ik wil de Nissan Electric Club bedanken voor hun gastvrijheid. Ik heb me ontzettend welkom gevoeld. Het is zo leuk om gepassioneerde mensen te zien die zo begaan zijn met hun auto. En dat zo zien als een verlengstuk van hun lifestyle. Mooi om dit mee te maken. Tot de volgende Clubdag.